Iedereen is hier aan een nieuwe video op Borstelt Gameplay en ik ben Tom en vandaag gaan we weer Pokémon die vriend doen. En deze aflevering gaan wij, als het goed is, eindelijk uit dit, Team Rocket huis komen. Dus ja, dat is mijn bedoeling. We hadden alle grondjes al gehad. Nu gaan we een beetje op zoek naar teleport dingen zoals deze. Maar heb ik deze al gedaan? Weet ik allemaal niet meer. Geen idee. Dus we zitten op vloer 3. Hier nog iets. Deze misschien. Misschien werkt deze wel. Het is een beetje een dolf hier. Dus vandaar. Kom ik hier uit? Wauw, dat was veel zin. Dus we gaan gewoon even kijken. Kom ik hier eigenlijk leuk uit of zo? Vloer 5. Ja, daar wil ik ook nog een keer in. Hier misschien. Ja. Ja, kom ergens verder. Denk ik. Nee. Voor mij had dit helemaal niet zoveel nut. Het was gewoon leuk. Waar moet ik verder komen? Hier verder of zo? Nee, ook geen. Helemaal niks. Welke vloer zit ik? 9, dus ik ga alles omlaag. We moeten weer eigenlijk gewoon rustig alle vloeren gaan afkammen. Dat lijkt me een goed plan. Als ik elke vloer helemaal uitkam, dan weet ik persoonlijk. Nou, dan moet ik er een keer komen. Want als ik nu gewoon even random poortje in ga, dan heeft het niet zoveel zin. Er zit hier nog een poortje. Kijk, hier zijn nog twee poortjes zelf. Dus ik denk eerder dat deze meer nut heeft. Als die verder zit. Oké. Dit is gewoon grond 2. Dus hier is niks bijzonders. Gaan we gewoon even terug. Ja, dan moet het dat andere poortje wel zijn waarschijnlijk ofzo. Ik weet niet. Kom ik nu ergens bijzonders? Ik zit ergens achter. Wat heeft dit poortje mij te vertellen? Helemaal niks. Oké, ik ga maar gewoon even beginnen met mijn plan. En ik begin op vloer 1. Ik zit nu op vloer 8, dus ik moet even terug. En ga eerst nog even kijken wat waar hier deze uit komt. Vloer 2, kijk, zit je op meteen. Meteen lekker, lekker laag. Nu zitten we op vloer 1. Oké, hier zit sowieso niks. We beginnen op vloer 2. Best wel hysterische muziek. Ja, we beginnen dus hier. En deze, ja, die komt daaruit, dat wist ik al. Niks bijzonders hier. Dan gaan we even kijken of er nog een soort TP zit. Ja, daar zitten er nog twee, en die zitten allemaal achter een deur. Zo, dus dan pakken we deze even kijken. Die had ik ook al gepakt net. Ja, daar, die kwam ook nergens uit. Vloer 3. Hup, op naar vloer 3. Kijken. En dan gaat deze ergens naartoe. Die zit. Oh, die zit hier. Hey, Kno, stop, help. Oh, you are not with Team Rocket. I'm sorry. Oké. Thunderwave? Oh. Waarschijnlijk kan niemand hem aanleren, maar. Dat wel. Oh, Thunderwave is helemaal niet chill. Oh, ik kan hem al. Thunderwave trouwens, Thunderwave is helemaal niet chill. Thunderwave wordt je paralyzed van. Nee, dat is helemaal niet zo chill. Ik dacht even van, oh, een sterke bliksemaanval, maar dat viel eigenlijk best wel mee. Sterk nog, valt best wel tegen. Kijk, is het hier nog iets? Ja, nou, even kijken wat dit ding ons heen gaat brengen. Vloer 5, niks bijzonders. Gaan we weer terug, even kijken. Hieronder nog iets, anders nog iets, die hadden we al gedaan. Ik kan me goed herinneren, als de dag van gisteren. Of was het gewoon de dag van vandaag, want het was vandaag. Oh ja, dan komen we van daar naar daar. Maar liefst 5 blokjes verplaatst. Hell yeah. Breng deze ons nu ergens. Oh, een pokebal. Dat is altijd wel beter. Boxpunch, dat is een sterke aanval. Dat is zeker nice. Kijk, niet te. Oh ja. Hier niet, helemaal niks. We gaan alweer terug. Op vloer 3 zijn we toch? Steeds. Oh ja, vloer 3. Maar deze nu ook gehad. Hier kan ik niet in. Die heb ik dan, ja, die heb ik waarschijnlijk al wel gebruikt. Ik kwam wel even vloer 5. Ja, kijk, dat dacht ik al. Oké, ga ik nu naar vloer 4. En dan gaan we daar kijken of hier nog iets te beleven is. Hier nog een tapijtje. Ja, nee. Oh, jammer man. We gaan even terug. We gaan gewoon even terug. Kijk, is er hier nog een tapij? Waarschijnlijk wel. Hier is er in ieder geval nog één. Kijk, komen we nu ergens bijzonders? Oh, is wel een keer geweest voor mij. I'm scared. Oké, leuk voor je. Zit hier nog iets? Hier komen we bij een professortje. Met nog een teleporter. Dus wellicht komen we hier verder. Heeft hij nog iets de card key? Ja, dat weet ik. Geef mij dan een card key. Mag ik geen card key? Nu zit ik gewoon op vloer 6 en dat wil dus ook niet wat ik wil. Even terug naar vloer 4. Oh, dit is ook vloer 4. Oké, dan kom ik ook nog hier zo en dan moet ik hier weer heen en dan kom ik weer terug op vloer 4. Kijk, zo.
Dit is de enige TP die we nog hebben, die we kunnen bereiken. Ik kom op vloer 10 uit, zeg. Ja, maar die kunnen we sowieso al komen, dus dat heeft niet zoveel zin, dit. Dan gaan we nu wel naar vloer 5. En dat is wel best wel irritant als we dan straks helemaal nergens uitkomen. Of dat je die card key ergens anders moet vinden. Dat zal me niet verbazen eigenlijk. Kijk, waar breng ik dit ding nog eens heen? Nummer 7. Ja, ik wil graag hier even door, maar dat mag blijkbaar niet. Oh, er zit iets met de schilderij in. Misschien is daar iets mee. Waarschijnlijk niet hoor, maar je weet maar nooit. Oké. Nee. Dacht ik al, deze bank zo. Weet je wat? Ik sta eigenlijk op de bank. Dat is niet zo. Ja. Niet zo beleefd met jou. Ik ga niet staan op een bank. Wat voor manier heb jij nou weer? Hier is een. You are only on F5. It's a long way to my boss. Oké. Blijkbaar moet ik nog eens een tijdje even verder. Hier nog ergens anders. Hier zit nog één. Kijk waar deze heen gaat. Oh, hier komen we waarschijnlijk licht verder. Ja. Maar dat is het enige wat je dan zegt. Oké. Nee, toch niet. Wauw. Nee, hier komen we letterlijk nergens verder. Ik kon er al gewoon komen, dus we gaan weer terug. Ik dacht even dat hij gewoon naar me toe liep en tegen mij begon te praten. Maar blijkbaar klik ik zelf gewoon half aan. Zo, ga hier nog even kijken. We komen weer op vloer 3, dat moeten we ook niet wezen, daar zijn we al geweest. Hier beneden, die hebben we allemaal gehad. Hieronder zit ook niks. Oh, een pokeball daar. Oh, dat is wel even chill. Kijk, wacht, ik heb een plan. Let op. Dit wordt super geweldig awesome. Zo. Denk je Tom, wat doe je? Zo. Dan kan je er nu langs. Ja, kijk. Wat zit hierin? De card key! Found him. Ik ben geweldig. Ik ben een genie. Dank je. Kijk nou. Hier is dus die verdomde card key. Je kan of meteen naar het bos gaan, of al die pokeballen eerst nog even pakken. Ik ben altijd zo iemand van, ja, ga eerst even alles pakken voordat je verder gaat. Dus ik ga nog even op deze vloer blijven hoor, no problem. Ik begin alweer op vloer 3. Ik zit nu al op vloer 5 met de lift. Zo lui ben ik wel. Oké, naar vloer 3 alsjeblieft. Nee, 2 bedoel ik. 2. Dus kijken, kunnen we hier nog een pokeballetje scoren? Als het goed is wel. Het is ook zo van, als je nu dit bos slaat, gaan alle mensen weg. Dus al iedereen die nog een battle met je wil doen. Die kan je dan niet meer mee battelen. En dan, ja, dat is weer minder XP. Kijk, deze kan ik niet gebruiken. Zo. En nu zit hier iets. Oké, helemaal niks. En hier kom ik wellicht verder, ergens helemaal bovenaan. Oké, niks bijzonders dus. Ik heb in ieder geval deze deur opengemaakt. Deze deur ook even openen. Oh, daar zat dat meisje weer. Oké, niks bijzonders. Vloer 2 hebben we nu officieel gehad. Op naar vloer 3, oké. Maar we zijn niet al terug. Zij zei dat ze 2 uur gingen fietsen. En ze zijn letterlijk nog geen half uur weg. Maar voor mij ging het net regenen, dus vandaar dat we weer terug zijn. Kijken, is hier nog iets bijzonders? Nee. Is hier iets... Nee. Maar hier kunnen we wel in, dus dat ga ik gewoon even in. Hey! En hier is een teleporter. En hier is een pokeball. Dat daar geef ik meer om. Wat zit er in die pokeball? Een rare candy of zo? Een hype potion, dat is ook chill. Die gaan ze waarschijnlijk nog met ons vechten. Even kijken. Hoe staat het met onze Pokémon? Oh ja, de regenwolk was dood. Dus ze snoeren, nu zijn aan het vechten. Die kan het goed. Goeie, sterke Pokémon. Oh, die hebben we ook al. Nee, die hebben we nog niet verslagen. Laat maar, we gaan gewoon even battelen nog. Ik ga die gast verslaan. Zo hard is hij nog nooit verslagen. Let maar op, een Electrode. Tenzij hij even zelfdestruct gaat doen, dat zou best wel irritant zijn. Vooralsnog doen wij eerst even de body slaan. Oh, dat is de doorspoelknop. Oh, hij is ook nog paralyzed, dat is ook chill. Challenge, en nu is hij dood, ja. En wij een level omhoog, ja. Dit gaat zo voorspoedig deze aflevering. We hebben die kaart gevonden. Nu hebben we level hoger. Dat is allemaal geweldig, een Weezing. Oké. Interessant. Weezing, je krijgt een body slam op jou. Zo. Oh, hij mist. Dat is irritant. Hij mist. Helaas, was die mis.
aanval was mis. Boom boom, doet Snorlax. Alleen hij mist. Helaas. Oh, dan kijk, nu raak hij wel. Zal pijn zijn als hij ook paralyzed wordt, maar ja, dat kan niet altijd feesten, hè. Body slam die mist. Dat zag ik alweer aankomen. Daar, ja. En zo gaan we best wel dood. Maar nu doen we toch ons aanval. En hebben we toch wel overleefd. Kunnen we een dikke party vieren van ik heb het overleefd dans. Of zo. Oké, José, jij bent dood. Of Jos. Net hoe je het uit te spreken. Waarschijnlijk is het gewoon Jos. Op vloer 9 ben ik hier al geweest. Nee, blijkbaar niet. Ik ben hier nog niet geweest. Nee, nog niet. En wij gaan met je vechten, want dat is wat je verdient. En Pokémon in je bakkers, zo doen wij dat. Wel van hemzelf natuurlijk. Body slam. Ja, of een Snorlax in zijn bakkers. Dat zou hij vast niet zo heel fijn vinden. Aangezien Snorlax groot, sterk en vooral dik is. Dat was niet de bedoeling, maar dat maakt niet zoveel uit. Maar joh. Oké. Als hij irritant wil doen, kan hij best veel schade doen. Maar als hij gewoon meewerkt zoals nu, is hij al in één keer dood. Kijk, zo moet je, dat kan ook natuurlijk. Snoer gaat dan best wel lekker. Aangezien hij nog niet zo'n hoog level is, maar toch heel sterk, is het best wel een chille Pokémon. Body slam, je bent dood. Nou, ik denk dat we deze aflevering sowieso wel uit het Team Rocket huis komen. Oh nee, wacht. Zo lang duurt deze aflevering al niet meer. Lol. Ik heb het weer verkeerd. Maar ja, dan hebben we in ieder geval dit huis helemaal grondig doorkampt. En hebben we alles gezien en gedingest. En wat heb jij? Oh, dit is chill. Dit is echt zo chill. Nu kan ik al... Ja, we zijn al een Pokémon weer geheeld. Chillings. Ja, heb ik al verslagen. Kijk, dacht ik al. Ik ga even terug naar mijn... Nee, maar nu kan ik Dragonair trainen op Regenwalk. Even terug naar de verdieping waar ik was gebleven. Op verdieping 3. Oké, dat heb ik nu allemaal gehad. Dan ga ik nu weer naar verdieping 4. En misschien vind ik daar nog iets bijzonders. Ik weet het niet. Kijk, en kan ik hier nog een deurtje openen? Nee, helaas. Hier niet. Even verderop waarschijnlijk wel. Hier, ja, kijk, daar is al een deur. Ik zie hem al. Ik zie de deur die geopend wordt. Hier is nog een deur. Ik ga eerst deze deur nemen. Omdat daar een Pokéball zit. Spannend. Wat zit erin? Oh, 3 zelfs. Holy shit. Nesca erop. Dat is wel wat minder. Een Max Revive. Dat is zeker heel erg chill. En een Full Heal. Dat is ook chill. En hier is nog een poppetje. Oké, ja. Ik zie. Wat zei hij nou? Psst. Can't you see I'm hiding? Oké, kan je het niet zien? Ik ben het aan... Nou, eigenlijk zag ik je niet, dus ja. Ja, dat is ingewikkeld. Kan je het niet zien? Ik ben het aan het verstoppen. Alsof je dat zou moeten kunnen zien dat hij zich aan het verstoppen is. Je zou hem juist niet moeten zien. Ingewikkeld. Nou, oké. Oh, dank je. Ik kreeg net even een... Oh, verkeerde knop. Een heerlijke chocolade reep. Hij is verleidelijk. Het is heel verleidelijk. Ik denk dat ik even een hapje moet nemen. Dat moet. Jongens, jullie horen hoe ik deze chocoladereep openmaak. Het is geen echt... Gewoon een Mars, maar dan een ander merk. Maar die is minder lekker of zo. Heel goedkoper. Maar ook gewoon lekker. En die ga ik nu even, ja, een hapje van nemen. Want ik moet veel energie hebben. Om lekker energievol te zijn in mijn video's. Moet ik wel, die chocolaatje open krijgen. Waarom doet hij zo kut? Waarom krijg ik die dingen altijd makkelijk open? stom ding. Heb je hem open, maar dan kleeft het weer aan elkaar. En dan is het zo, vervelend. Ah, ik heb hem. Got him. Zo, gaat hij hoor. 3, 2, 1 en... Ja. Dat is lekker. Zeker lekker. Maar we gaan weer verder. Dit moet ik nog niet doen. Even bij de les blijven. Sorry. Voor de mensen die zich eraan irriteren dat ik met mijn mond vol praat. Het moest gewoon eventjes. Ik kon de verleiding niet weerstaan. Nou. Oh, hier hebben we de dingen gevonden. En dit poppetje ziet hier wel heel lonely. Waarom heb je juist kunnen wel leuke dingen zeggen? Maar zolang ik geen spul krijg, ben ik niet tevreden.
Wordt geskyped, maar daar ga ik nu niet op in. Hier kan ik in ieder geval in. Oké. Oh, een pokeball, dat is chill. Waarschijnlijk ook nog een battle. Oké, even kijken. Een protein. Battle? Nee? Oké. Je moet zo nog tegen de bos vechten waarschijnlijk. Dat is wel grappig, want ik heb dit spel een paar keer uitgespeeld. Maar deze hele hideout kan ik me gewoon echt totaal niet meer echt herinneren. Ik heb echt geen flauw idee wat dit allemaal... Wat er zat en wat er was. Dus dat vind ik wel apart. Ik kan dit gewoon... Oh, hier zit weer twee pokeballs. Chill. Oh, een HP up, dat is zeker chill. Ik kan me gewoon niet echt goed herinneren. Ik kan me wel voorstellen dat hier een bos zit, aangezien ze het ook een bos hebben. Ik weet niet op welke vloer ik ben, maar ik ben al best ver. Op vloer 7 nu al, kijk, het gaat snel. Deze even openmaken. Zit hier nog iets? Ah, ik zie al een pokeball. Ik zie je al wel. Zo. Een blok up, dat is weer een aanval. Gewoon leuk om alle aanvallen te hebben. Zo. Ik ben nog iets te bieden. Kijken. Dit gaat waarschijnlijk naar de bos. Ik weet niet, even kijken. Even koekloeren. Nee, laat maar. Dat gaat helemaal nergens heen. Kijk helemaal nergens op dit. We gaan gewoon verder. Oh ja, dat gescared gemaisje. Oké. Nou, oké. Deze hebben waarschijnlijk ook niks te bieden. Nee, dat dacht ik al. Dat dacht ik inderdaad al. Dat was voor mij oud nieuws. Maar voorlopig loop ik lekker verder. En hier is niks. Hier is niks bijzonders. Dus we gaan op naar verdieping 8. En dan zo steeds verder. En hier is de trap omhoog. Die ons verder brengt naar verdieping 8. En ja, zit hier nog iets bijzonders? Hier zit nee, ook niet. Wat hier? Ja, kijk, hier zit nog iets. En ik zie een poppetje staan. Waar ik waarschijnlijk al mee heb gepraat. Ja, ik zie hier zo'n TP dingetje zit. Kijken. Ja, hier zit ook niks. We gaan gewoon naar verdieping 9. Misschien vind ik nog één of twee pokeballetjes ondertussen. Ik hoop het. Well, we hebben het bijna uit. Want bij verdieping 11 was volgens mij de baas. Dus ja. Hier nog een iets bijzonders. Hier zat dat poppetje. Nee, niet bijzonder. Oké, hier zit er nog een ander iets zo met een iets dat dicht zit. Oh ja, hier dit heb ik hier al opengemaakt. Oké, dan gaan we verder. En de epische Team Rocket muziek gaat gewoon nog door. Verdieping 10 is dit. Oké. Ook even geopend. Hier ben ik ook al geweest. Dat weet ik nog goed. En jij hebt mijn niks te bieden waarschijnlijk. En nee, hier ook niks. Die heb ik allemaal gepakt. Nu ben ik op de laatste verdieping als het goed is. Verdieping 11, kijk, daar is de baas. En daar gaan we gewoon heen. En hoe komen we daar? Daar moeten we zijn. Even kijken hoe ik daar kom. Geweldig dit. Hoe kom je daar? Dat is dus nu... That's the question. Waar ik nu antwoord op wil hebben. Oh, wacht even terug. Ik denk eigenlijk persoonlijk dat deze misschien meer ergens zelf. Oh nee, ik was net al geweest. Laat maar. Dan ben ik op 4 en deze ergens heen of zo. Dus wel weer op 10. Oh, nu ben ik hier. Oké, en deze dan ergens of zo. 4. Stomme dingen allemaal. Dus het gaat nog een tijdje. Je moet hier niet moeten om bij die baas in te komen. Daar heb ik weer zo'n TP voor nodig. Ik denk dat ik het best gewoon op verdieping 1 weer kan beginnen. Dit gaat lang duren zeg. Ik ga er nog heel veel afmaken. Ik wil even bij de baas komen, dan sluit ik deze video af. Even, nu hier zit ik op baas op. We gaan nog om 3. Dus even hier een TP ding. Hier heb ik een deur opengemaakt. Kom ik op. Ja, begon. 3. Waarschijnlijk zal er ondertussen al niks zitten. Hier iets of zo. Komt 5. Is hier nog iets? Nee. Hieronder iets of zo. En ja, daar zit al iets. Grondje 10? Nee, grondje 3. Ja, dit is echt irritant. Grondje 3. En. Oh, hier zit nog iets achter. Ja, hier komen we misschien verder. Voer 9. En komen we dan hier weer. Hier zat nog één aan de wakkers. Oh nee, ik moet gewoon even terug nu. Oké, ik kan ook gewoon nu afsluiten. En dan zeggen
dat ik de volgende. En dan weet ik de volgende video gewoon uit, spontaan uit niets. Oh, hier kom ik verder. He's scary. Hey. We komen nu zeker verder. En ik ga nog een hapje eten van mijn chocoladeletter. Chocoladereep. Geen letter, maar een beetje. Klaas. Gewoon is best. Oh, hij is sterk. Hij is sterk. Ik ga het regenwolf zijn niet overleven. Even kijken. Hij is echt sterk. Dragon Rage, ik denk dat Dragon Rage nog het sterkste is. Ga ik die map gebruiken. Ik vond het flauw dat hij nog steeds een aanval heeft. Kijk hoeveel aanval doet Slam. Op Slam. Dan krijg je het Paralyze. Chill. Cruciaal hit, dus oh, de Dragon Rage. Oh nee! Oh, godverdomme. Daar moet het nou. Kies ik wel snoeren. Hij verslaat hem wel even. Body slam. Zo. Opruim zo netjes. Zo doen wij dat gewoon. Oh, ook nog even omhoog. Wat een bonus. Wat een bonus. Gyarados. Oké. Okay. Dat is een sterke Pokémon. Ik denk dat we die een beetje tactisch aan moeten pakken. En niet gewoon volop, maar gewoon even een snor. Nee, niet snor. Ben ik van kneus. Ik moest Jan. Zo, kijk. Ga ik nu body slam doen? Nee, van Tom, waarom doe je nou body slam? Nou, dat doet gewoon schade. Neem die Jan, daardoor gaat hij nu slapen als het goed is aan deze beurt. Of dat was niet eens nodig, oké. Okay. Jongens, ik ben gewoon sterk voor die Gyarados. Ik krijg echt veel XP van. Is dit een Charizard? Oh, hij is echt sterk. Maar ik ben gewoon veel sterker. Deze moet ook tactisch aanpakken, dus gewoon niet Jan. En dan gaat hij als goed zo slapen. En dan Bushlam. Die ga je niet rood als het goed is. Ofwel. Kan ook. Dan moet ik even Bloempot erbij pakken. Maar als het goed gaat, ja, Church gaat nu slapen, dus dat is chill. Kijk, hij slaapt. Zo moeten wij dat hebben, een nieuwe lead seat. En dan krijgen we telkens weer levens erbij. Dat is altijd fijn om te hebben. Levens erbij. Dus gewoon, lead seat is echt een chill aanval. Ik raad hem ook zeker aan, als jij een Pokémon hebt, hij leert lead seat aan. Altijd doen en niet afleren, dat is echt een chill aanval. Kijk, en dan gaan wij nu Giga Train. Aangezien dat mijn sterkste aanval is. Wat niet zoveel schade gaat doen. Aangezien hij... Oh, dat doet echt weinig schade, zeg. Holy shit. Dit gaat echt lastig worden nog om hem te verlaan. Oh, wacht. Nee, ik had weer wat. Resolief gewoon even de volgende beurt. Kijken. We komen er wel een keertje. Maar hij wordt waarschijnlijk nu wakker. Oh nee, chill. Dit is chill. Nu hebben we de kans. Even Resolief doen zo en dan... Kijk je toch al behoorlijk wat damage. Kijk, Resolief. Oké. Tjak, 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 tjak. Oh, dat was echt nog veel slechter. Oh, hij slaapt lang. Hij is echt een slaapkop, man, die. Beter gaat hij geen niets doen, want ah, ik ben kaas. Ik gooi een potion. Zou echt heel naïef zijn. Zou ik heel flauw vinden. Zou ik echt heel flauw vinden. Giga Train, is hij dood? Nee, anders is hij na de dood nog door de Resolief. Door de... Die ziet, oh, maar hij is al dood. Victorie, jongens. De victorie is, ja, gewoon victorie. Wij gaan straks victorie vieren, maar eerst moeten we deze execute nog even slaan. Het is een execute. Een execute, inderdaad. Level 38, maar het is nog steeds een execute. Oh, Resolief is ook niet zo effectief tegen deze gast. Maar ja, wat moet je anders, hè? Wat moet je anders? Stuntspoor, ah, oh, dat vind ik flauw. Dat vind ik weer, dat vind ik echt flauw van jou. Waarom moet je dat nou doen? Nou, ik doe gewoon alsnog Resolief, no problem. Ik ben zo geskilled, ik kan dat allemaal. Hij is wel heel erg bijna dood, zeg. Confusion, en je denkt me echt niet dat ik Confusion door jou word. Kijk, een Resoliefje, come on, en hij is dood.
is dus een laatste Pokémon. Voor mij komt er nu nog één, aangezien hij er 5 had en volgens mij nog maar 4 gehad heeft. Voor mij komt er nog één. Ja, kijk, er komt nog één in LKSM. Oh, dat is weer een wat moeilijker, dat is lastiger. Aangezien psychisch best wel sterk is tegenover gras. Maar ja, door een calm mind word je dan ook niet echt bang. Beter kan ik hem even seeden, dat zal wel chill zijn. Paralyzed, dat is niet zo chill. Weet je wat ik... Oké, ik heb hem gezien. Dat is zeker chill nu. Ik ga er een beetje doorspoelen, anders duurt het zo lang. Oh, dat was, ging snel. Een critical hit en hij is dood. En we zijn er bijna level hoger. En een kaas. Oh man, so you are ready for boss. Rocket. Ja, eigenlijk wel. Ik ben eigenlijk wel klaar voor. Maar dat gaan jullie niet deze aflevering zien. Maar de volgende aflevering, want dit is het einde van de aflevering. Dus vond je dit een leuke video? Geef hem dan zeker even een like. Abonneer als je dat nog niet gedaan hebt en graag meer van mij wil zien. Kan nog steeds. Het is nog steeds mogelijk. Kaas hebben verslagen. Deze gast gaat dan waarschijnlijk healen of zo. Lep. Wat? Krijgen we de gratis lepers van hun? Dat zou... Of we moeten hem wel beschermen. Dat zou betekenen dat ik weer een random woord moet geven. Dus even... random word generator. Pakken we er weer bij. Willekeurig woordgenerator. Vooruitstekend. Nou, vind ik niet leuk. Gram. Nee. Kort af. Nee. Vrouw vijandig. Oké, dat is te lang. Ik weet niet wat het is. Allerlei. Nee. Nee. Energieverspillend. Alwetende. Come on. Wat staat hier nou weer? Bijknippen. Ingooi. Nee. Taxichauffeur. Bestedingspatroon. Wat ik... Mijmering? Wat een kutwoorden. Karteren. Wat zijn het voor woorden? Gabberhaus? Serieus? Dat zijn 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11. Waarschijnlijk is dat net te lang. Even kijken. Oh, hier moet ik kijken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Het, nee, eentje te lang. Helaas. Amalgaam. Psychrometer. Ripstof. Schrikplank. Een treurberg. Een treurwilg kende ik, maar... Een treurberg, misplaatst. Voorbij... Verzuikerd, oké. Solidarisme. Apocope. Wat? Speelplan. Wat een kutwoord. Oorlog, nee. Pleidooi. Handeling. Fiche. Geschelpt. Wat een toeval. Hij is geschelpt. Ik noem hem geschelpt. Want dat past wel mooi bij hem. Duurde best lang, maar toch heb ik een leuk woord gevonden. Een esje, waar is een esje? Daar is een esje. Geschelpt. Een haatje. Een eetje. Een eltje. En een beetje en het eetje. Even kijken of het echt stond. Want oh, kut. Verkeerde knop. Verkeerde. Geschelpt, ja, het staat eruit. Ik vind het wel een leuke, want hij is geschelpt. Dus vandaar. In ieder geval bedankt voor het kijken van deze video. Vond je hem leuk? Geef hem een like, dat heb ik allemaal gezegd. Deel met alle mensen die je kent. En dan zie ik je weer met de volgende keer met een nieuwe aflevering van Pokémon Leaf Green. In ieder geval tot de volgende keer. Ja, oké, we zijn zo klaar. Dus tot de volgende keer. Dag.